Paddyboeren, aangesloten bij de Surinaamse Paddyboeren Associatie, SPBA, hebben vandaag geprotesteerd tegen de lage opkoopprijzen. Ze eisen nieuwe en hogere opkoopprijzen voor paddy. De boeren hadden de Vereniging van Verwerkers en Rijsexporteurs, VVRE, tot gisteren een ultimatum gesteld. De exporteurs weigerden echter meer geld neer te tellen voor een baal paddy. Na de actie van morgen hebben de boeren een petitie ingediend bij de districtscommissaris van Ikeri, Witprakash Julumsingh. Van de burgervader wordt verwacht dat hij opkomt voor de boeren. De prijs van paddy ligt momenteel tussen de 85 en 90 SRD per baal. De paddyboeren eisen 114 SRD.